Goeiedag en welkom bij een nieuwe TechLab video in ons TechLab kanaal. In deze video gaan we voor onze MSP'ers in op notificaties. Steve, onze MSP-expert, staat al klaar. Notificaties kun je instellen vanuit onze software om dingen te vertellen op het moment dat het ertoe doet. Steve, jij kan daar alles over uitleggen. Ik denk dat we ook de MSP'ers gaan vertellen hoe ze notificaties in hun dienstverlening kunnen gaan opnemen. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is een notificatie? Waar zit het in onze software en wat kan ik ermee? Ja, in ICE Protect, Cloud en On-Prem heb je in het hoofdmenu onder Notifications de mogelijkheid om meldingen, alarmeringen in te schakelen en te laten landen op een plek zoals een mailbox. Als er iets aan de hand is, om dat op een andere plek te melden dan bijvoorbeeld in ICE Protect zelf. Want als onze software een detectie doet van een Trojan of malware of ransomware-achtig gedrag, en dan komt dat natuurlijk terug in je detectiescherm. Ja. Als jij één keer op een dag inlogt of één keer in de week inlogt, dan kan je dat soort informatie missen. Juist. Dus notificaties zijn bedacht om je te informeren als er dus iets aan de hand is. En dat iets, gaan we dadelijk even wat voorbeelden erbij pakken. Ja. Dat kun je dus zelf bepalen wat dat iets is. En waar het naartoe gestuurd wordt kun je ook zelf bepalen. En wat er dan in de inhoud van zo'n mailtje staat, daar kun je ook nog wat invloed op uitoefenen. De nut en waarom, wanneer moet ik nou me laten notificeren? Exact. Dat zijn exact vragen die wij veel krijgen. En daar gaan we het vandaag lekker over hebben. Ja, ik zie er veel in staan. Dit zijn denk ik dan de defaults, de presets die wij meegeven. Ja. Staat overal disabled. Klopt, notificaties staan gewoon bij default allemaal uit. We hebben jullie nagedacht van dit zijn meldingen die wellicht interessant voor jullie kunnen zijn. Maar als we dit allemaal aan zouden zetten, ten eerste, we weten niet naar wie we het moeten sturen. Exact, dat wilde ik net zeggen. Wij weten standaard niet waar we de notificatie naartoe moeten sturen. Nee. En als we daar een e-mailadres zouden invullen, die bijvoorbeeld aan de licentie is gekoppeld, dan zou kunnen betekenen dat er heel veel informatie en heel veel mailtjes in één keer verstuurd gaan worden en ergens gaan landen. En dat is ook niet wenselijk. Nee, en laten we gewoon heel eerlijk zijn. We staan hier voor de MSP'ers. De MSP'ers zijn multi-tenant, dus die hebben waarschijnlijk meerdere klanten in dit systeem zitten. Ja. Dus één notificatie voor al je klanten is ook geen optie. Nee. Dus dit is eigenlijk heel logisch. Het staat standaard allemaal uit. Het staat allemaal uit. Maar wat je terecht zegt, als je dus niet je dashboard ingaat en naar je klantomgevingen gaat kijken welke detecties hebben plaatsgevonden, welke detecties zijn netjes afgehandeld, of welke detecties moet ik nog opvolgen, dan ben je er eigenlijk altijd een beetje te laat bij. Ja, het is altijd achteraf. Altijd achteraf. De notificatie is natuurlijk indirect ook achteraf. Die notificatie triggert op het moment dat het gebeurt. Ja. En wordt gelijk uitgeschoten. Wordt gelijk uitgeschoten. Daar zit wel nuance in, want we kunnen nog iets van throttling. En dat gaan we denk ik nu goed laten zien. Hè? Klopt. In deze demo gaan we er een aantal uitwerken voor de kijker. En we gaan een nieuwe notificatie aanmaken. Waarmee je wellicht wat leuke dingen kan automatiseren. Ja. Waar zullen we beginnen? Ik vind zelf, en ik vind hem ook belangrijk, op die netwerklaag zit toch vaak in de preventieve hoek, zeg maar. Dus het eerste moment dat er iets gebeurt op de klantomgeving, dat houden we natuurlijk in de gaten met onze security producten. Ja, heel belangrijk component. Maar het zijn vaak ook wel detecties waar je actie op zou kunnen ondernemen. Even heel simpel, een bepaalde server wordt van buitenaf aangevallen, een brute force attempt, of dat soort narigheid. Ja, wij blijven je beschermen, dus wij verbreken die verbinding, omdat we zien dat dat uit bijvoorbeeld een bekend bad IP komt, zeg maar. Yeah. En dat blijven we doen tot in lengte van dagen, jaren. Yeah. Maar misschien moet je op basis van zo'n detectie, waar komt die aanval vandaan, het source IP-adres, is gaan opnemen in een blacklistje in je eigen firewall op de rand van je netwerk bijvoorbeeld, zodat die aanvallen niet eens meer bij de server uitkomen. Ja, kijk, wij blijven je wel beschermen. Je kan nog een vervolgstap nemen. Om nog verder in de preventielaag dat soort detecties weg te nemen uiteindelijk. Ja. Ja, en als je er niet naar kijkt in je detecties en je hebt er ook geen alarmering op ingesteld, dan weet je het wellicht niet. Dus dit is wel een nuttige om te gaan gebruiken. Eigenlijk wat je zegt is, al onze MSP'ers kunnen bijna blind vertrouwen op dat wat we kunnen voorkomen, gaan we voorkomen. Maar dat het meer dan 1000 keer voorkomt als je een maand bekijkt bij een klant, is wel iets om met die klant over in gesprek te gaan. Ja. Dat zou in je maandrapportage kunnen zitten. Maar sterker nog, het is misschien ook iets waar je gewoon zelf op getriggerd wil worden op de juiste momenten. En daar stel je een notificatie daar voor. Daar stel je de notificatie. Oké, dus we hebben hem nog niet aanstaan. Je gaat hem openen en editen, denk ik. Ja, ik ga hem aanklikken via de drie puntjes en dan kunnen we hem editen.
In de edit zou je er nog voor kunnen kiezen om iets met de naamgeving van de notificatie te doen. Met name belangrijk als je hem bijvoorbeeld specifiek voor een klant zou aanzetten. Nou, verstandig om dan ook even de naamgeving, de klantnaam bijvoorbeeld, hè, of je doel waarvoor je dit aanzet. Om dat even te noteren, ook je collega's snappen waarom die notificatie er is. Juist, en dan zou je misschien voor de ingebouwde tagging system ook per klant de tags die automatisch worden aangemaakt voor de MSP'ers. Kijk, want misschien wil je ook per klant daar verschillend mee omgaan. De ene klant verdient misschien wat meer proactieve benadering dan de andere. Nou, je kunt elke notificatie, dat zien we dadelijk bij de configuratie wel, die kun je ook specifiek alleen op een klantmapje laten landen. Dus dat alleen bij die klant hetgeen gebeurt wat jij instelt in de notificatie, dat dan het berichtje verdient. Interessant, en dan maak je eigenlijk vanuit dit standaard template, laten we het maar zo noemen, Network Attack Alert, maak je meerdere voor verschillende klanten. Ja. En wat je eigenlijk zegt, je kan ze heel gemakkelijk matchen aan de SLA's die jij hebt afgesproken met je klanten. Van joh, ik doe bij jullie proactief beheer. Ja. Dat houdt in dat ik binnen een uur kan reageren op bepaalde incidenten. Interessant, interessant. Ja. Oké, laten we er op ons gemak doorheen klikken. Dit is een belangrijke, als je hem wil gaan gebruiken, dat we hem ook inschakelen. Ja, je moet hem wel eens vergeten. Mensen schieten gelijk door en ik ga in de configuratiestand en vervolgens krijgen ze geen berichtje. Enabled is wel belangrijk. Nou, bij configuratie kun je de notificatie inrichten, als het ware. We hebben een built-in notificatie gebruikt. Hè, dus in dit geval Network Attack Alert. Dus die staat voor ons ingesteld op Firewall Detection. Je ziet het hier in de categorie. Ja, daar hoef je niks aan te passen, denk ik. Nou, bij default, de standaard notificaties, die monitoren alle endpoints. Dus hij zit op de algroep gekoppeld. Ja. Nou, wil je dit voor een specifieke klant doen, kun je klantmapjes openen en kun je daar de betreffende klant of een submap van de klant. Hè. Als je alleen servers in de gaten wil houden bijvoorbeeld, of als je daar een subgroep hebt met alleen webservers erin bijvoorbeeld, nou, dan zou je die nog kunnen aanklikken en dan gaat hij alleen die service monitoren en daar een mailtje over sturen. Helder. Als er dus iets in de netwerklaag gedetecteerd wordt. Je kunt in alle notificaties daar ook nog op filteren. Dus op basis van de firewall detecties, daar zou je dan ook nog een filter kunnen doen. Het systeem weet dat dit een network attack notificatie is. Dus je krijgt ook alleen maar firewall gerelateerde informatie waarop je zou kunnen filteren. Dus je zegt van ik wil bepaalde users in de gaten houden of bepaalde protocollen alleen. Als er op protocolniveau iets gebeurt, dat je daarover een mailtje krijgt of... Maar hier kan best wel veel, zie ik. Dus denk ik voor de kijker ook echt wel, als je het nog niet gebruikt, ga ermee aan de slag, zou ik zeggen. Want het is echt inderdaad dat moment, ik moet nu actie ondernemen. Ja. Wat een interessante kan zijn voor onze MSP'ers, is dat je weet van, joh, wie zit er in de directie bij een van de klanten? Dat zijn de high profile users. Ja. Als daar gek netwerkverkeer over de lijn gaat, dan wil ik daar wel op de juiste manier op reageren. Dus nou, misschien laat in de comments vooral achter als jullie wat meer willen zien nog. Hè? Misschien wat slimme notificaties. We gaan nu het enigszins uitleggen hoe werkt het, wat kan ik ermee. Maar je kan er vrij diep mee gaan. Hè? Je kan er vrij diep mee gaan. En wat Michael ook terecht zegt, laat wel ons ook weten. Geef ons use cases, zeg maar. Ja, dit scenario, kunnen we daar ook iets mee? Dan kunnen we kijken of we daar een passende notificatie voor je kunnen bouwen. Precies. En als het nog niet kan met de functionaliteit die er al in is, is dat weer waardevolle informatie voor product managers en developers, zeg maar, om daarmee aan de slag te gaan voor jullie. Absoluut, maar het verhoogt ook je dienstverlening als MSP'er. Zeker. We zijn ook benieuwd wat jullie gaan instellen. Ja, oké, er komt een message uit, zie ik. Ja, dit is de default message. Zo ziet dat er dan uit qua layout. Komen we dadelijk bij distribution, kunnen we daar wellicht nog wat invloed op uitoefenen. Maar we kunnen ook nog wat geavanceerdere instellingen doen op die notificatie. Mm-hmm. Dus even los van wanneer we moeten gaan notificeren. Nou, in dit geval Network Attack Alert, Firewall Detecties. Ja. Je gaf het in het begin ook al aan. Als je een public facing server hebt, daar zal deze notificatie redelijk vaak op afgaan. Dat daarin geprikt wordt in zo'n server op netwerklagen, dat is schering en inslag. Ja. Dat is feit van het internet. Dat is het feit van het internet. Als je iets koud aan het internet hangt, dat wordt gevonden, daar wordt in geprikt. Dat gaat volledig automatisch. Dat is gewoon... Hoef je niks voor te doen. Hoef je niks voor te doen, dat gaat vanzelf. Je moet je dan wel afvragen van, wat doet dat met mijn eventuele notificaties die ik daarop af laat gaan? En is het gevolg niet dat ik 1000 mailtjes op een dag krijg over al mijn klanten? En kun je daarmee omgaan, zeg maar? Ga je die allemaal individueel bekijken, beoordelen? Of creëer je daarmee, alsof we dat dan met jargon noemen, security alerting fatigue. Hè? Het is zoveel, er zijn zoveel mailtjes, zoveel meldingen. Ik kan dat in mijn eentje of met mijn team niet behappen. Nee.
Het gevolg daarvan is vaak dat het genegeerd wordt. En goed, dan heb je een mailbox die vol loopt met notificaties en er wordt niks mee gedaan. Als ik hem koud aan zou zetten, zoals die hier nu staat. Ja. Hè, er zijn wat pre-selected zaken op Network Attack Alert. Ik zie hier de time period. Ja. Er wordt maar één notificatie verstuurd per uur. Per uur. Ja. En dat is al puur van ons uit. Dat je zegt van anders word je ondergespamd, zeg maar, met dit soort. Vanwege het type notificatie. Precies. In dit geval. Dat heeft gewoon geen zin. Dus maar op servers zou het dus kunnen zijn dat je elk uur een melding krijgt. Ja. Van zoveel van jouw computers. Ja. Maar daar kun je wellicht ook nog wat in kiezen. Hè? Ja, we kunnen zoveel. En je kunt alles individueel instellen. Ik vind het altijd fijn om te inspireren op een preset, zeg maar. Je zet heeft hier al over nagedacht. Nou, in dit geval, je kunt kiezen voor één keer per dag. Je kunt ook kiezen voor één keer per kwartier, als het 100 keer gebeurt in een minuut. Hè, dan krijg je dus elk kwartier eventueel een melding, als het 100 keer gebeurt binnen een minuut. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel, hè, als dat zo is, dan heb je ook wel reden tot onderzoek, denk ik. Want heb je behoorlijk wat ruisen in je omgeving? Dat een aantal machines, zeker als je dit op een klantmapje laat landen, zeg maar, dat een bepaalde klant daar wel heftig in geprikt wordt op de netwerklagen. En dat verdient wel eventjes wat meer onderzoek, met name door even naar je detections te gaan. En te gaan kijken bij die klantomgeving, wat zijn daar voor detecties? Is er iets aan vooraf gegaan? Is er iets daarop volgend gebeurd? Ja. Is alles wel in orde? Zijn alle PC's up-to-date? Weet je, dat soort zaken kun je hier aan gaan doen. Ik weet toevallig dat we zometeen ook laten zien dat er in die melding ook gelijk een deep link naar IC Protect zit. En dat laten we zo zien. Ja. Helder. Dus kies een preset die voor jou in de buurt komt. Bijvoorbeeld, ik kies nu voor once an hour. Als het 100 keer binnen een minuut gebeurt, dan denk ik van ik wil toch nog wel eventjes dit wat lager zetten. Want dit is een server die wordt niet zo vaak gevonden en geprikt. Dus 100 keer in een minuut, dat zal niet gebeuren. Nou, dan zet je na 10 keer. Ja, je kan natuurlijk dit ook al wel bekijken vanuit je dashboard in je huidige omgeving. Van wat als ik dit nu instel, wat gebeurt er eigenlijk? Want je kan gewoon zien, ik heb al die detections al maanden in de console zitten. Ja. Ik had daar alleen nog geen notificaties op staan. Dus dit is echt even, ook aan de slimmigheid van de MSP'er, hoe ver ga ik hiermee? Ja. Ja. Maar alles staat standaard uit. En het helpt denk ik al ontzettend veel in de dienstverlening om het überhaupt aan te zetten. En er is een dag aan te proeven, zullen we zeggen. Ja. Dus ga je mee beginnen inderdaad. Kies een preset of niet. En monitor eventjes van, is dit te behappen op een x-periode? En dan kun je nog in de notificatie gaan tweaken om hem wat meer te zetten. Je hebt hier time-based aanstaan, statistical en event. En ik zie hier dat je dus inderdaad statistical kun je aanpassen. Ja. Time-based kun je aanpassen. Hoe vaak iets gebeurt binnen een bepaalde periode. Dus event-based, statistisch, gewoon letterlijke aantallen, getalletjes. En inderdaad de tijdperiode. Ja. Ja, dus dat zijn die throttling. Dat zijn de throttling mechanismen. Ja, okay. Op het moment dat we dus de notificatie geconfigureerd hebben, van de juiste throttling hebben voorzien die past voor de klant en voor de MSP'er, kun je bij distributie gaan opvoeren waar de notificatie moet gaan landen. Eén of meerdere mailadressen. Dit ziet hier heel simpel uit. Ja, dat is een e-mailtje moet iedereen kunnen invullen. Mailadres opvoeren. Met de plus kun je meerdere mailadressen opvoeren. En je kan eventueel zelfs nog via een CSV'tje of je hebt alles op de clipboard zitten, in één klap allerlei e-mailadressen in deze notificatie. Juist, dus één of meer e-mailadressen distribueren en die notificatie is een feit. Ja. Okay. Wat kan ik verder nog? Ik kan een preview opvragen, zie ik. De message preview, dus zo ziet het mailtje eruit. Je kunt in het onderwerp nog extra informatie opnemen, want Network Attack Alert aan zich, dat zegt nog niet zo heel veel, maar je zou in het onderwerp per klant, en je kunt variabelen toevoegen. En bijvoorbeeld de gebruiker of de static group naam, je klantmapje, dan zie je al gelijk welke klant deze notificatie betreft. Interessant. Ja. En uiteraard kun je datzelfde ook doen in de body van het e-mailtje. Dan kun je ook allerlei variabelen doen. Bijvoorbeeld, dit is een Network Attack Alert. Dus je zou dus in de notificatie al gelijk het source port, het source adres, het target adres. Dus je ziet waar de aanval vandaan komt, naar welke machine die toe is, waar die op is uitgevoerd. Zonder dat je echt IC Protect al in hoeft. Dus je kan best wel, dit is, ik zal niet zeggen eindeloos, maar deze variabelen kun je gewoon allemaal toevoegen. Deze kun je allemaal toevoegen, Okay. Okay, top. Ofwel door middel van de add-variabelen, maar als je echt toetsenbordstrijder bent en je wilt die muis niet gebruiken, kun je zelfs met het dollarteken kun je variabelen oproepen en auto-aanvullen. Nou, dit gaan onze MSP'ers vrij snel gebruiken, denk ik. Gaaf.
Oké. Nou, dit vinkje is ook wel een mooie, want je gaf het net al aan. Ja. Leuk dat er een melding komt naar een mailbox. Maar dit is wel een handige. Gewoon voor het gemak kun je vanuit je mailbox, vanuit de notificatie, gelijk naar Issue Protect linken, klikken, inloggen en ja, op onderzoek uitgaan. Juist. Nou, een stukje taalvoorkeur en de tijdzone kun je nog instellen om ook de timestamps van het notificatieberichtje ja, netjes te laten zijn zoals de regio waar je in zit. Ja. Ja goed, en dan heb je dus je Network Attack Alert geconfigureerd. Mooi. En vanaf dat moment ga je dus mailtjes ontvangen. Ja, helder. Volgens mij is dit een hele duidelijke. Zullen we er nog eentje uitwerken die wellicht voor onze MSP'ers ook een belangrijk moment is om actie te ondernemen? Ja, kijk, we kunnen natuurlijk notificaties sturen op Network Attack Alert, op traditionele malware detecties, Trojans, filecodes, ransomware dus bijvoorbeeld. Maar een ander type notificatie die ook wel security gerelateerd is, maar niet zozeer over detecties gaat, is bijvoorbeeld de outdated modules alert. En als endpoints achterlopen met de module updates, om wat voor reden dan ook, ja, is wel handig om daar een melding van te krijgen. Zeker als dat gaat groeien, dat aantal. Dus steeds meer endpoints gaan achterlopen. Het zou een indicatie kunnen zijn, noem maar firewall wijziging, waardoor de endpoints niet meer bij onze infrastructuur uit kunnen. Als dat dagen, weken gaat duren en die endpoints gaan achterlopen, ja, dan creëer je dus een security risico. Precies. Dus dit is ook weer ja, een ander type notificatie die wel handig is om in te schakelen. Nou, ja. Hetzelfde geldt, hè, als je hem wil gaan gebruiken, even de edit knop in. Je kunt hem ook vanuit daar gelijk inschakelen, maar het is altijd wel even een best practice om even door die configuratie om gewoon even naar wens in te stellen. Je ziet dat deze anders is in de configuratie. Hè? Ja. De vorige was echt op basis van een detectie, een firewall detectie. Deze notificatie die leunt op een dynamische groep. Nou, change. Change, letterlijk. Ja. Dynamische groepen, dat zijn groepen waar endpoints lid van worden op basis van de voorwaarden die in zo'n groep ingesteld staan. Ja. Nou, in dit geval is de voorwaarde ja, devices with outdated modules. Dus er wordt letterlijk gekeken, loopt de endpoint achter met zijn module updates? Als dat zo is, nou, dan wordt hij dus lid van deze dynamische groep. En deze notificatie houdt dus wijzigingen in die dynamische groep bij. Ja. Nou, ook daar kun je dan dadelijk weer met throttling aan de slag. Hier kun je ook zo'n threshold aangeven. Meer dan 5% van de omgeving heeft outdated modules. Precies, nou, als je die dus lid. Ja. Als je die nog wat hoger maakt, bij wijze van spreken, voor jou als bijna 20% outdated modules heeft, dan is er iets met het netwerk waar in ieder geval ESET niet bij zijn update servers kan. Klopt. Je kunt hem ook absoluut maken. Ja. Het ligt een beetje aan de klant en hoe groot de klant is en wat voor waarde je hier gaat opgeven. Als je een klant van 10 seats hebt, ja, dan moet je misschien afvragen of het al bij 1 interessant is om dat te weten. Maar misschien is 2 een wat beter getal. Als je 2 clients outdated zijn, dat zou een indicatie kunnen zijn. Ja, ik hoor klanten en partners altijd zeggen, ja, maar er zijn altijd systemen die dan op vakantie en die gaan mee dat en die kan. Zijn een tijdje niet connected, dus ik wil niet op elke... Nee, niet voor elke zucht, zeg maar. Niet voor elke zucht, inderdaad. Ja. Dus dan is zo'n percentage heel interessant. Ja. Ik denk dat dit een hele mooie is, maar we hebben ook nog eentje in de notificaties zitten, Steve. De detecties die nog niet gecleaned zijn, of die waarvan de software van ons zegt, je moet er wel gelijk actie op ondernemen. Want we hebben nu 2 laten zien, denk ik, waarin de throttling interessant is. Ja. Je wil niet altijd. Nou, maar dit is zo'n notificatie die actionable is. Ik heb het al vaker gezegd, onze endpoint oplossingen die zijn goed in 3 dingen. Het detecteren van narigheid, het opschonen van die narigheid en het melden over die narigheid. Nou, in het geval van het opschonen, het lukt niet altijd. De endpoint doet zijn best om een malware.exe weg te gooien. Maar als dat proces in gebruik is, dan krijgen we een error terug, zeg maar. En dan, ja, dat levert dan een openstaande detectie op. Ja, dat het systeem moet opnieuw opstarten om het helemaal schoon te maken. Ja. Nou, dat kennen de MSP'ers. Ja. Dat zijn een van die acties. Ja, we doen alles wat we kunnen, maar Microsoft is af en toe ook wel eens een beetje eigenwijs. Ja. Dus dit weten we. Ja. At least one infected file was not cleaned automatically. Nou, oké, dat is wel iets. Ja, daar wil je eigenlijk op acteren als MSP'er. Of vinden wij ook wel dat de verantwoording ligt bij de managed service provider om daar iets mee te willen doen bij de klanten. Nou, hoe ziet dat er dan uit in de configuratie? Het gaat om een event wat echt lokaal op de machine gebeurt. Dus niet zoals die andere hiervoor, een dynamic group change die plaatsvindt. Dus meer vanuit management perspectief. Nee, er gebeurt iets op de client, nou, in dit geval type scan.
En in de filter staat er dan al ingevuld, scan cleaned 0, infected is groter dan 0. Dit betekent effectief gezien, ik heb iets gedetecteerd, ik heb geprobeerd op te schonen, maar het is me niet gelukt. Nee. Nou goed, dit is precies een melding waar je gewoon op moet acteren, wat je zegt, herstarten van het systeem. Ja, hier wil je niet te lang op wachten. Nee, dus hier wil je niet te lang op wachten, dus gewoon direct versturen. Precies. Eén notificatie, als het aan de hand is. Naar het juiste adres. En ja, je ziet ook al dat hier in de content van het mailtje al rekening wordt gehouden met het type notificatie. Dit vinden wij voor dit type notificatie relevant. Maar kun je natuurlijk ook gewoon nog wat dingen aan toevoegen, ook weer met die variabelen. Je gaf net al aan, je kan het subject aanpassen. Ja. We hebben verteld dat we een notificatie per klant zouden kunnen instellen. Dit is zo'n notificatie waarvan we zouden zeggen, zet dit alsjeblieft aan. Want dan weet je in ieder geval direct als er iets speelt bij je klant. Ja. Waar je als MSP'er de verantwoording zou moeten hebben om daar iets mee te willen doen. Ja. Nogmaals, je zegt al, we detecteren alles en we doen zoveel mogelijk preventie. Dat kunnen we 1000 keer doen, maar het gaat een keertje. Dus ga in gesprek. Dit is er eentje. We willen gelijk even iets met het systeem. Veel van onze MSP'ers maken gebruik van ticketsystemen, RMM-oplossingen. En die zeggen eigenlijk van jongens, het console van ISA Protect zijn we niet altijd. Ja. Sterker nog, veel van onze procedures starten niet zozeer in dit dashboard. Nee, die starten op basis van SLA's en tickets die ingeschoten worden bij ons in de ticketsystemen en in de RMM-systemen. Ja. Volgens mij is dit een prima methode daarvoor. Ja, dit is het notificatiemechanisme is ideaal, zeg maar. Als jij een ticketsysteem hebt die luistert naar een mail queue, servicedesk@jedomeinnaam.nl. Ja, dan kun je dus security gerelateerde notificaties laten landen in je RMM of ticketsysteem. Ja. Dan kun je daar vervolgens weer een hele flow aan koppelen. En veel agents, en SLA's, wat je al zei. Dat hoor ik vaker. Onze MSP'ers hebben daar ook een hele flow zitten. Ja. Maar dan is eigenlijk, door dit in te schakelen, een soort van integratie te creëren met je andere workflow, waardoor daadwerkelijk ook die workflow start. Want als je dus geen notificaties laat uitschieten, dan gebeurt er ook, bij wijze van spreken, behalve de RMM-integraties die we eventueel hebben, maar in je ticketsysteem gebeurt niet zoveel. Wij maken niet standaard een ticketsysteem aan. Nee. Dus dit is denk ik een mooie manier om vooral op dit type notificaties, van ISA doet zijn best, is er nog niet helemaal uitgekomen. Er is een handmatige actie van jou verwacht. Ik zou bijna elke MSP'er willen uitnodigen om dit aan te zetten. Tenminste dit aan te zetten. Het liefst ook voor al je klanten wat mij betreft. Want dit wil je gewoon weten als dit aan de hand is. Precies. En mocht je getriggerd worden door dit type integratie, het is bijna niet integratie te noemen, het is gewoon het uitsturen van een e-mail naar een van je service desk accounts, waardoor dit als een ticket wordt opgepakt, kun je nog natuurlijk automatisering doorvoeren door variabelen te gebruiken waar weer je ticketsysteem klantnamen bijvoorbeeld dat weer oppakt. Op reageert, klantnamen in de onderwerpen. Ja. Dus hierin hebben we eigenlijk best wel een leuke methode om op een hele makkelijke manier te integreren met bijna ieder ticketsysteem dat we kennen. Ja. Nou, dat wilden we in ieder geval aan dit stukje van onze uitleg vasthangen. En dan denk ik dat we nog één dingetje moesten doen. Dat was een nieuwe notificatie. Een nieuwe notificatie. Ja, kijk, we hebben natuurlijk ons best gedaan op basis van gesprekken en lessons learned. Door al die jaren hebben we natuurlijk voor jullie allerlei notificaties bedacht. Maar dat neemt niet weg dat je zelf creatief kan zijn en gewoon zelf een notificatie kan bouwen. We beginnen natuurlijk altijd met de naamgeving. Dat is op zich wel belangrijk. Zoals met alles in ISA Protect kun je hier ook tagjes aan toevoegen. Gewoon om ze makkelijk terug te vinden, zodat collega's ook die notificatie kunnen terugvinden. Natuurlijk schakelen we hem in. En dit zijn eigenlijk de drie keuzes die je kan maken in de notificatie. Er gebeurt iets op de client, events on the managed computer of on groups. Die hebben we net in een template langs zien komen. Of in een, Je hebt ook nog server status changes. En dat is eigenlijk meer geënt op taken en functionaliteiten binnen ISA Protect zelf. Er is iets met mijn managed clients, er is iets met licenties, er is iets met taken, servertaken of clienttaken, of zelfs installed software en notificaties zelf. Dus hier kun je dan op basis van client tasks, is die valide? Want het zou kunnen zijn dat je taken in ISA Protect hebt staan die verlopen zijn, omdat daar software in is geselecteerd die niet meer beschikbaar is, dat soort zaken. Nou, kun je daar ook op de hoogte gebracht van worden. Is een trigger om eventjes door je taken in ISA Protect heen te gaan kijken. En daar zitten misschien absolute taken tussen. Ja. Het is ook vanuit de onderhoudkant en de beheerkant vanuit Protect zelf, kun je je ook laten informeren door zaken die aan de hand zijn. Ja.
Ja, dit toont eigenlijk aan dat als je dit gaat gebruiken en je gaat er goed over nadenken als MSP'er, kun je hele nuttige notificaties instellen. Ja. En ben je misschien ook, nou, je bent eerder in IZ Protect als het echt nodig is. Maar je bent ook tegelijkertijd misschien minder vaak in IZ Protect, omdat je weet dat de juiste notificaties op je klanten staan. Met de juiste informatie. En eventueel met de juiste workflow in de tickets van je, nou ja, laten we zeggen, PSA-tooling, RMM-tooling en ticket-tooling zitten. Met de deep links naar IZ Protect toe. Een van de meest krachtige features binnen notificaties is om je notificaties dynamic group changes te laten monitoren en daar een mailtje op te laten sturen. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is, we hebben isolatietaken voor endpoints. Op het moment dat er iets spannends aan de hand is op een machine, kun je die al dan niet geautomatiseerd isoleren door middel van een taak. Nou, dat is vrij heftig als dat gebeurt voor de eindgebruiker, maar ook de situatie is ernaar. Ja, heel even voor de kijker. Isoleren is dan, een isolatietaak houdt in, we zetten onze eigen firewall dicht, behalve de connectie naar het management. Endpoint gaat op slot. Eindgebruiker kan vanaf dat moment niks meer. Natuurlijk nog wel rapporteren naar IZ Protect Cloud, dus je kunt er nog wel wat mee. Maar het is wel handig om daar een mailtje van te ontvangen dat aan de hand is. Hè? Zo om te weten. Misschien ook om tegelijk te gaan bellen met die klant om te zeggen van, nou, we zien dat er één endpoint op slot gezet is. De gebruiker Jantje, die heeft daar dus last van. Die kan even zijn werk niet doen. We gaan even onderzoeken wat daar precies aan de hand is. Nou, dan ga je onderzoek doen, herstarten, misschien wel schakelen met iemand die zet support zelf als dat nodig is. Nou, op het moment dat die dan weer vrijgegeven wordt, dan kan die eindgebruiker weer verder. Maar het systeem stuurt jou dan een mailtje als het aan de hand is. Ja. Dan hoef je niet het telefoontje van de eindgebruiker of de klant af te wachten. Maar kun je dus proactief contact opnemen van, hey, ik heb gezien dat dit aan de hand is. We gaan aan de slag. Wat wel feit is, dan heeft de MSP-partner in dit geval dit ook zelf ingesteld. Ja. Hè? Een isolatietaak even voor de kijker. Dat staat niet zomaar aan. Dat zet je zelf heel bewust aan. Van jongens, er gebeurt iets in de omgeving wat ik zwaar genoeg vind in overleg met de klant om eventueel een endpoint in quarantaine / in isolatie te zetten. Ja. Maar dan is inderdaad zo'n notificatie daarop op zo'n dynamic group change. Van joh, ik zit nu in die dynamische groep, ik hoor bij de geïsoleerde systemen. Een mooi moment om direct actie te kunnen ondernemen met een notificatie. Ja, dus daar goed voorbeeld. Dus die kun je enter op dynamische groepen en dan kun je nog een beetje in tweaken. Wanneer moet nou zo'n notificatie afgevuurd worden? En moet die, als er meer dan 10 clients in zo'n dynamische groep zitten, of gewoon simpelweg als de inhoud verandert, dan gaat er eentje af, dan komt er eentje bij. Nou, zo kun je dat zelf beïnvloeden. Helder. En volgens mij zit er nog een nuttige feature in die we graag wilden laten zien aan onze MSP'ers om wellicht zelfs een stukje automatisering toe te voegen. Ja, dat klopt. In de categorie Events on Managed Computer kun je natuurlijk detectiegerelateerde zaken instellen. Maar je kunt je ook laten informeren op het moment dat er in de MSP-portal, het salesportaal om licenties te bestellen, als daar een nieuwe klant wordt aangemaakt. Scenario is, je salescollega die onboard een nieuwe klant in de MSP-portal, zet daar een bundel aan licenties voor klaar. Dat zou voor jou een trigger kunnen zijn om die klant in Protect te gaan onboarden en installers te gaan maken en noem het maar op. Notificatie, nieuw MSP customer found, landt dan in de mailbox van de betreffende techneut. Ja, en die kan daarmee de MSP customer setup gaan draaien en die customer gaan onboarden. Ah, dat is wel leuk. Dus dan hoef je bij wijze van spreken zelfs intern niet te bellen. Nee. Dat er in IZ Protect gesynchroniseerd wordt. Er wordt een nieuwe company group aangemaakt. Ja. Oké, mooi. Dus dat is ook voor onze MSP'ers wellicht een leuke manier van automatisering. Niks verplicht, maar natuurlijk niet. Weet dat het er is niks mee om onderling even te contacten via Teams of een belletje. Van, nee, een beetje sociaal is natuurlijk. Precies, maar het kan ook gewoon door het systeem afgehandeld worden. Ja, en het is misschien ook een mooi moment om te weten wanneer die klant is ingestapt bij jou als klant. Dan staat dat ook geregistreerd in je eigen systemen. Ja. Oké. Nou, volgens mij hebben we daarmee een hele mooie TechLab video over de notificaties. Hoe je ze kan toepassen, hoe ze ook vrij goed toepasbaar zijn als MSP'er in je dienstverlening om snel te kunnen reageren op incidenten. Wellicht maken we hier nog een van in de toekomst met een aantal best practices. Bedankt voor het kijken voor nu. Steve, bedankt voor het tonen en deze MSP-tips. En we zien jullie graag in de volgende. Laat in de comments eventueel achter wat je misschien over notificaties nog meer wil zien en weten. Dat vinden we leuk. Like, subscribe en vooral tot de volgende. Bye bye. Doei.